Ik ben gisteren wakker geworden. Wacht het weer. Mooi. Lucht is wel uit, denk ik. Ochtend. Mooie wolken. Mooie bomen. Heerlijk. Mooi los zo. En ik heb hier een soort mug gepakt. Zo. Zometeen. Van mijn benen is weer in, dus Michel spreekt. Als ik straks naar het bos toe kijk, met je boos, dan ik nog van de zon. Dit is een hele fijne dag om misschien te laten. Ik zorg voor gisteren online. Check hem vooral op mijn kanaal. Heel veel kijkplezier. Een hele fijne dag. En, ja, misschien te laten. Trouwens. Het is al 19 uur voor ochtend. Voor mij is het 29. 24, denk ik. We zijn weer met zijn broer. Hij is wel eens wandelen in dit bos. Hij is de kloop in het bos, ik ken niet echt met de auto, dat is ook niet chill. We hebben het erheen geklommen. Hij heeft het heel mooi gitaar gespeeld. Oh man. Was dat tof? Ik word er helemaal slap van. Je klinkt een beetje verkouden, bro. Ben je niet zo verkouden? Ik ben pas 3 weken verkouden. Nee, grapje. zo moet ik hem houden. Zo. Als je geniet van onze vlogs, doe vooral een duimpje omhoog. Zeker. Geen te abonneren op het kanaal. Vinkje omlaag ook, dus Ewa. Toi. Even zien, dit is het bos waar we lopen. Dat is hondje Molly. Molly! Ook die. Molly heeft heel veel zin. En heb jij goed slapen, bro? Ja, best wel. Ik weet niet als ik je hoor. Nee, Stefan, ik heb geen last van. Oh. Ik heb gewoon een ochtend. Ja, ik heb ook een ochtend. Geen dingen invullen voor mij. Dat is waar, dat heb je gelijk. Ik ga deze kant lopen. Ik ga even het bos laten zien, dat is ook interessant. Dan kunnen we lekker onszelf volgen, we kunnen ook het bos laten zien. Dus tot zo. Koffie? Lekker doorlopen. Ik ga even kijken, dus ik ga jullie het bos laten zien. Dit is het bos van bij de camping. Hier woont mijn broer regelmatig met de hond. Nu hebben we dan wandelen wij hier. Ook even lekker. Even tot bezinning komen, even tot rust komen. Even de natuur laten spreken. Goed kijken waar ik loop. Mijn moeder loopt achter mij. Ja, dus ook maar met de telefoon kunnen naar het pad kunnen kijken. Zoek in het op. Ik moet even goed opletten waar ik loop. Nu het t-shirt aan, subtiel. Het is vandaag vakantie op 5, subtiel. We zijn steeds in Duitsland. Nederland is goed. Engels bag. Het is hier lekker rustig. Ik moet echt wat rust, dat is ook super belangrijk. En kijk hoe mooi het hier is. Even dag tot rust brengen. Even alle stress en zorgen vergeten de afgelopen week. En even genieten. Ik zou nou dat mijn broer altijd in het bos wandelen. Met de hond of alleen. Dan komt hij echt tot rust. Je gedachten komen ook tot rust. Zo belangrijk. En mensen hebben echt rust nodig. Mensen heeft rust en kalmte nodig. Rust regelmatig en kalmte. Amen. Nodig. Ja, dankjewel broeder. En ik zie je zo meteen. Daar ben ik weer. Het is 10:30. Niks te kunnen lopen. En dan heb ik een prachtig bos. Een mooi pad. Hele mooie omgeving. En weer zo. Een stuk in de buitenlucht lopen. We wandelen veel deze vakantie sporten veel. En we gaan er veel op huis als wat chill. Dus ik kan lekker veel vloggen voor jullie. En er is een paar beetjes. Duitsland staat bekend om de bergen en om de braadworst en om de bier. Het is gewoon een heel mooi land, geniet er echt van. Je ziet er ook van genieten. En ja, dat wil ik even zeggen.
Ik loop achter me nu, mijn ouders in ieder geval. We zitten bang voor uitrusten. En, yo. De echte bro's, die verhoogd. De echte bro's uit Randwijk. Ik ga even wat kort stellen over dit bos. Het is een mooi bos. Er staan mooie bomen, zoals je ziet. We genieten er echt van, we komen echt tot rust. Dat heb ik mijn broer, hij is heel cool. Je hebt in mijn vorige vlog gezien dat hij heel muzikaal is. We hebben zelf beatbox en raps gemaakt. Dus volgens de vorm sowieso ook op YouTube. Volgens mij ook sowieso. En nu ga ik even genieten van de rust. Ik zie je zo meteen weer. Op nu langs de weiland, vlak bij de camping. Daar heb je het hotel van Friedrichsen. Daar is de snelweg. En ik neem jullie deze week mee in een gaaf plekje, zou ik eerder moeten zeggen. Maar geniet er lekker van. Hoe is jullie vakantie verder? Laat het ook in de honderd reacties weten. Volg me sowieso en er komen super leuke dingen aan. Joep! Van de tocht hebben we leuk genoten. Lekker berg in geweest. Lekker foto's van bergen. Zo. Tijd te lunch. Yo. Allemaal welkom. Het is 5:03, mijn ouders zijn lekker aan het chillen thuis bij de caravan. Even lekker relaxen, ik ga even laten zien. Het is het hotel waar mensen slapen en waar we ook ons kunnen lopen. Het is een stukje camping. Dat is. Dus ja, een muntje. En een stukje van de camping. Dus ik moet er nog insmeren. Ik ga het werken. En het dagelijks schrijven moet het gebeuren. Wat je zo laat zien, dit is mijn bos. Hier staat camping. Daar zitten mensen lekker te relaxen op een stoel. Dat ook gebeuren. Hey daar, hallo. Gezellig. En ja, gaan we een stukje lopen. Even erin smeren. Ik wil bij een nieuw loge, nieuwe ding. Morgen gaan we in, ik heb ook super veel zin in. Even de rust opzoeken, want veel mensen moe zijn het genieten van de vakantie. Daar ga ik ook van genieten, het gaat heel kort af. Ga maar met wel lekker. Ik heb gisteren met mijn buren gepraat. Kort donker, chill. Met een topvakantie. Niet de laatste dagen zo. Zijn ze lekker naar huis, dat is ook wel chill. Kan ik eigenlijk alles uploaden en thumbnails maken en zo. Dat is ook wel cool. Ook wel gaaf, chill. Dit is het hotel. Super gaaf hotel, een trampoline. Ook super chill. En het is wel mooi, weet je weer, weet je wel. Good dag. It's hot weather, it's hot weather. Very hot, sweet. Hot, yes. Ah, leuk de Duitsers. Oeh, een stukje lopen. Dat gebouw van ons. Kijk eens. Een stukje lopen. Ik ga lekker relaxen. Ik kon een beatbox cover online. Aan mijn YouTube kanaal in de gaten. En ik zie je snel weer. Doei doei. Tot straks. Hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom bij deze dagelijkse moediging video. Van woensdag 29 of 28 kijken. Ik weet niet zoveel als dat is, maakt niet uit. Hartelijk welkom. Vandaag is het thema over Gods gehoorzaamheid. Hoe kun je gehoorzamen aan God? Hoe kun je genieten van de natuur? Hoe kun je rust bewaren in de natuur? Hoe kun je tot rust komen in de natuur? Daar wil ik het met jullie over hebben. Even mijn tas af, even mijn t-shirt laten zien. Ik heb een heel mooi t-shirt, Freedom Fighter. Zo wil God jou ook laten zien. Dat je vrijheid hebt om te vechten. Je hebt vrijheid om te vechten waar je staan en gaan wil. En dat is gewoon mooi. En ik wil je uitdagen om elke dag te genieten van het leven. Hoe je in welke situatie ook zit. Probeer gewoon genieten elke dag. Hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom bij deze dagelijkse video.
Gods bij je. In welke situatie ik zit, welke moeilijkheden ik zit, welke tunnels en storm je ook zit, dan zit je in het bos, op de berg, in de zonnebok, en dan zit je op de vulkaan. Je kunt ervan aandringen verder, hoe je ook voelt, waar je mee zit, Gods bij je. We hebben een hele mooie bijbelstudie gehad vanmiddag over Jezus. Plek voor ons klaarmaken is, dat we ons opgemaakt hadden ooit, en dat we in deze tijd voor elkaar mogen zijn, dat we mogen veerzorgen zijn, dat we elkaar mogen houden, dat we ons doel mogen halen, dat we onze dingen mogen doen, dat je jezelf mag accepteren. En het is zo belangrijk in deze tijd om jezelf te accepteren zoals je bent. Dan kun je gewoon dit meegeven. Wat heb ik gedaan? 10? Zo. En het gaat langzaam beteren bij mij, daar ben ik heel blij mee. Heel dankbaar voor. Maar ik ben ook niet, en momenteel slaap ik heel slecht, veel stress. En ik toch wel zeggen dat God bij me is. God is er bij me door. God duurt door de wind, de wolken, de zon. Hij praat tegen ons door mensen heen, dat is gewoon mooi. Dat wil ik even zeggen. Hou vol, wees sterk, geniet van je vakantie, geniet van deze dag. En we gaan straks nog een paar films verdelen. God is bij je, welke omstandigheden ook gaat. Omring je door zijn liefde, omring je door zijn kracht. Amen. Je avond allemaal. Hartelijk welkom terug bij deze weekvlog 3, geloof ik. Het is net bijna 9 uur. Hartstikke in het model. Ik vond heel veel plezier met deze vakantievlogs. En ik heb een superleuke dag gehad. Ik heb wel wat te meedelen. Ik heb heimwee naar de groep. Ik mis mijn huisgenoten, mijn begeleiding en mijn kamer. Dus het wordt 4 dagen weer heel zwaar. Als ik het wel maak, wordt het niet zwaar. Maar ik zeg veel kijkplezier nog verder met deze vakantievlogs. Als je net zin hebt, dan zie ik er een blauw duimpje omhoog. Heel veel kijkplezier. Ik ben lekker gewond gisteren. 5 meer. Ik wil gewoon straks online voor 12 uur. En dan zie ik snel weer. Zie ik straks weer. Dus tot later.